het ultieme moment dat nabestaanden te weten zijn gekomen waar hun familielid is en dat ze eindelijk afscheid kunnen nemen. De mensen die hier liggen, namen, gezichten en als het kan families krijgen. Ja, ze zijn altijd min of meer anoniem geweest, al staat er een naam op de meeste stenen. Maar we weten nu in meer dan 200 gevallen wie deze jongens zijn, wie deze soldaten zijn. En bijna 200 families zijn door mij geïnformeerd dat ze hier begraven liggen en dat ze dus niet langer vermist zijn. De achterste rij, die zijn nu gevuld met water, dus daar mogen bloemen in. Niet meer dan zo'n kleine 500 bossen bloemen gaan we plaatsen. En we gaan straks ook nog de foto's plaatsen van die soldaten waarvan we de foto hebben. Niet iedereen is inmiddels bekend. Nee, dat blijft een obsessie zeker van Remco. Omdat niet alle families zijn getraceerd. Er zijn er veel getraceerd. Maar een mooie obsessie toch? Het is een prachtige obsessie en hij moet hem ook niet loslaten. Want er ligt nog steeds laken voor de schaar. Hij moet ook doorgaan. Als je dan ook ziet dat er vandaag weer een nakomeling over is, dat blijven toch bijzondere momenten als ze dan eindelijk aan het graf staan van hun nabest, van hun vader of opa of wat dan ook. Ja. Wat dat betekent voor hem dat dit graf gevonden is. Alexander, расскажите, пожалуйста, немножко. Oh, да. Dit is die paspoort. Ja. Ja. En precies dezelfde naam, Alexander Makarov. Ja. Als het hier staat. Ja. Dus hij is naar zijn oom vernoemd. Yes, отец назвал меня в честь него. Die vader van Alexander heeft de naam gegeven van zijn broer, die niet van de oorlog terug naar huis is gekomen. En zijn moeder, die hadden 12 kinderen in de familie. Ik weet zelfs niet hoeveel zijn tijdens de oorlog doodgegaan. En de moeder was de hele leven aan het wachten voor zijn zoon om terug naar huis te komen, maar toch... Zijn moeder heeft nooit geweten dat haar zoon hier terecht is gekomen? Nee, ze was al 92. In 71 is zij gestorven. En pas in 2003 heeft Remco eindelijk de familie van de soldaat gevonden. Gisteren is hij in Schiphol gearriveerd en vandaag is hij al met bloemen. En ook met de grond van die graaf, van zijn moeder, hier naartoe. Hier kan je dat een beetje zien, dat 's ochtends heeft hij wat grond gebracht. En heeft ook wat grond van deze graaf, neemt hij terug naar huis. Dat is een einde aan de onzekerheid. Dat is een einde aan decennia van niet weten waar hij is. En nu heeft hij dan eindelijk een plek om te bezoeken. Hij weet wat de vermissing van zijn oom met de familie heeft gedaan en welke impact dat heeft gehad. En daarom was het voor hem, ondanks dat er zoveel jaren overheen zijn gegaan en hij zijn oom nooit heeft gekend, toch heel emotioneel. Ik plaats de foto's van de Russische krijgsgevangene die hier ligt begraven en die inmiddels geïdentificeerd is. Je hebt geen idee van dat er hier zo'n groot ereveld is. Dat was voor ons ook een eye-opener bij de vorige 4 mei herdenking. Het is goed dat we deze namen noemen en er een gezicht ook bij hebben inmiddels. Goed, ja, dat is heel bijzonder. Ja. Dat maakt die verhalen, al die geschiedenissen die hier liggen, maken het wel persoonlijker. Ja, en... Man zegt vaak meer dan van een miljoen, want in hem wordt die hele geschiedenis levend. Dus.
ons doel is uiteraard om ze alle 850 onder te brengen. En we lopen nu tegen de 500 aan, dus we zijn een goed eind op weg. Michael. Ik heb je ooit verteld, ik ben zelf vernoemd naar een Amerikaanse soldaat wiens graf door mijn ouders geadopteerd was. En dat was voor mij ook de drijfveer om te zeggen, ik ga hier ook een graf adopteren. En jij koos Svetkin voor mij uit. Ja, ik dacht lampen, Svetkin, Svet betekent licht. Dus ja, mooier dan dat kan ik het niet maken. En hij heet voluit Michail Ivanovich. Dus dat gaf genoeg informatie over zijn identiteit. Ik weet ook wanneer hij geboren is, in 1909. Hij komt uit Saransk in Mordovië. Wat dieper in Rusland. We hebben zijn familie gevonden. Daar zijn we hartstikke blij mee. Helaas heeft de familie geen foto van de soldaat en zijn er ook geen kinderen die het graf hebben kunnen bezoeken. Maar we zijn wel blij dat we hebben kunnen vaststellen wie hij is en de familie hebben kunnen informeren dat hij niet langer vermist is, maar hier begraven ligt. En hoe is hij hier terechtgekomen? Via het jouw bekende Margrethe. Dus zo komen die Amerikaanse soldaat en die Russische soldaat die je hebt geadopteerd of jouw familie had geadopteerd samen. Want hij is in Duitsland overleden aan ziekte. Door de Amerikanen meegenomen naar Margrethe, daar eerst begraven. Maar toen dat een permanente Amerikaanse begraafplaats werd, zijn de nationaliteiten die niet Amerikaans waren, de soldaten vanuit andere landen, overgebracht naar andere locaties. En voor de Sovjet-soldaten dacht men aan Amersfoort, want wij hadden hier al 101 Sovjet-soldaten die in en bij kamp Amersfoort om het leven zijn gekomen. Dus via Margrethe is hij in Amersfoort beland. Ik heb 3 begraafplaatsen geadapteerd voor Armeense mensen, Armeense soldaten. En Remke zegt, dat is erg moeilijk om familie vinden. En ik heb zoveel respect voor Remke en ik denk, ik probeer dat ook iets te helpen met familie zoeken. Voor mijn soldaat is Petrosian. En die familie is zo vaak daar. Ja. Zoveel mensen hebben dezelfde achternaam. Ja. En dat is natuurlijk erg moeilijk. Maar ik voel me zo gevoelig nu. Ja. Ik heb 3 kleinkinderen. Dus ik wil wat kleinkinderen. Doorgeven. Ja. Het emotioneert u nog steeds. Ja. Ja. Maar het is wel goed om dit te blijven herdenken, toch? Dank je wel. Sterkte. Doen jullie dit? Nou, een mooi teken. Om hem een beetje bewustwording mee te geven over wat er gebeurd is. Jullie hebben hem uitgelegd wat dit voor plek is. Goed, in hoeverre dat natuurlijk kan. Maar we zijn net ook even op het kamp geweest. Goeie zaak. Hoe kleiner, hoe beter. Ja, precies. Dat oorlog niet goed is. Goeie zaak om te herdenken, zeker in zo'n onrustige tijd als nu, hè? Ja, zeker, maar altijd. Ja, altijd herdenken. Of de tijd nou zoals nu is of dat het altijd vrede is. We zijn ook heel blij om te zien dat we meer dan 40 vrijwilligers hadden dit jaar. Die belangeloos helpen met het plaatsen van de bloemen en de foto's bij de graven. En het toont wel aan dat er voldoende draagvlak is om deze plek en deze oorlogsslachtoffers niet te vergeten. En 9 mei wordt hier de herdenking dan nog een keer overgedaan met alle hoogwaardigheidsbekleders erbij ook weer. Ja, zeker. Ja, 9 mei is de herdenking waarbij de meeste ambassades vertegenwoordigd zijn en een kranslegging plaatsvindt om 11 uur 's ochtends. En we lopen dan ook langs de andere oorlogsgraven. Iedereen is welkom. Iedereen is van harte welkom, zeker.